het is weer met dezelfde. Ja. En zeggen jullie niet... Het is zeggen jullie al aan het opnemen? Dat is niet zo'n cameravoering. Ben ik. Dat is toch... Jij bent een topnemer of is dat nog out of the record? Hoe zeggen ze dat? Nee, jij bent al een topnemer. Ja. Zet op rek. Hoe is dat op rek? Ik zie het nog niet branden. Zit jij al in die rol? Of, Nee, ik ben er volledig. Maar ik heb daar een heel kort antwoord op. Is het altijd met dezelfde? Nee. Maar ik werk altijd met de mensen die ik heel goed vind. En voilà. En daarom zijn dat vaak dezelfde mensen. Omdat er niet zoveel mensen zijn die ik heel goed vind. En jullie werken altijd met dezelfde regisseurs, omdat er heel weinig regisseurs zijn. En dus zeg je altijd ja tegen Dries. Ik heb al met veel verschillende regisseurs gewerkt. Ah, ja, okay. Maar dus wel, als Dries belt, dan ga ik wel al vrij snel ja zeggen. Ja. Ja. Dat is zo, ja. Ja. En ook omdat ik wist wie dat er nog meedeed. Wie deed er nog mee? Oh, ja, daar, de Ben en hij had al ja gezegd. Ik had ja gezegd. Dus jij hebt niet ja gezegd omdat Tom meedeed eigenlijk? Nee, jawel, maar een combinatie van alles. Dus maar jij wist nog niet dat Tom meedeed? Want Tom had meegedaan toen... Ja, Ben, maar toch, kijk, hè, weet je, Kurt, kijk, Dries belt mij. Als Dries belt, zeg ik sowieso ja. Hallo, ja. Ja, ja. Ja, en het was met Jonas en met Jean en ja, Tom is er iets later, maar dat is alleen maar een verrijking geweest dat Tom er ook bij was. Ah, ja. En waarom? Omdat... Ja, Tom is. Omdat Tom gewoon Tom is. En omdat, ja, we hebben al samen gewerkt en met Dries ook en... Dat klikt. Dat is een klik. Dat is een klik. Ja, het is ook fijn om in zo'n project te stappen dat niet zo ontzettend veel draaidagen heeft, maar dat je wel met mensen kunt werken die je al kent, dat je al gesprekken niet meer moet doen, dat je elkaar al kent en dat je weet wie dat je tegenover je hebt en dat je weet dat je eigenlijk maar een half woord nodig hebt om elkaar te verstaan. En dat is toch... Dat is allemaal lof, hè, Dries? Maar ongelooflijk. Maar dat stinkt hier wel naar pis, vind ik. Ja, ik wou net zeggen, het stinkt hier naar pis. Dan gaan we eens een beetje... Sorry. Is dat niet op de camera, of is dat... Ja, ja. Een geursensor. Nieuwe camera. Ah, ja. Dat is met een geursensor bij. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be. Cinefox.